ik kan jullie beloven dat ik tijdens dit potje Fortnite op alle mogelijke manieren heb kapot gemaakt. Alright, boys. Ik heb mijn auto weer, gepakt. Als ik het niet verpruts. Zo, haptee. En dan ga ik jullie laten zien wat voor chique glitch je kan doen met deze auto. Ik zal het helemaal uitleggen zodat je het zelf een keer thuis kan gaan proberen. Ik moet alleen wel even een stukje gaan rijden, wil ik daar komen. Dus ik weet niet of dit trouwens werkt. Wat zou er gebeuren als dit er... Wacht. Oké, dat was de verkeerde kant. Maakt niet uit. We gaan gewoon door. Probeer ook een beetje benzine te sparen. Dus ik ga gewoon op een normale manier aan de rechterkant van de weg. Zo, heel mooi en heel braaf rijden. Ik kreeg in één keer een boost. Waarom krijg ik een boost? Huh? Ik ga in één keer keisnel. Wat? Oké, als iemand kan uitleggen wat dat was. Ik heb geen idee. Dan ben ik heel benieuwd. Maar oké, ons doel is om hier omhoog te gaan. En echt keiver de map door te gaan vliegen. En ik zie nu dat daar ook een auto staat. Dat wist ik nog niet. Dan hebben we een nieuwe span. Weten jullie dat ook weer? Maar wat wij gaan doen is, let op. Ik laat mijn auto even hier staan. Ik ga mijn internetkabel eruit trekken. En dan doe ik hem daarna weer terug. Let even op. Oké, wat je doet is naar voren. Neem omhoog. Oké, hij neemt omhoog. Neemt hij me nou niet omhoog? Ik weet niet of hij me omhoog neemt. Maar ik heb oneindig veel boost. Dus ik kan letterlijk, zoals je nu ziet, de hele map doorgaan. Het enige ding is, ik kan gedisconnect worden. Dus ik moet eigenlijk zo snel mogelijk dadelijk mijn netwerkkabel er weer indouwen. Maar kijk dan! Oh mijn god, oké. Ik ga nu mijn kabel er weer indouwen en kijken waar we landen. Oh, we zijn niet gedisconnect! We zijn niet gedisconnect, denk ik. Nee, we zijn er weer. Oh mijn god, nou, zo zie je maar. Je kan in principe de hele map doorjieten. Als jij gewoon heel even je internetkabel eruit trekt. En ik ben niet gedisconnect. Kijk waar ik nu gewoon ben, gek. Oké, nu is het wel zo. Ik zie daar iemand rijden. Ik heb helemaal geen wapens. Ik weet niet wat het plan hier is. Jeet. Yo. Yo. Oh, yo. Oké. Hij was best wel hard geraakt, maar is hij nu weg? Hij zit daarop, hè? Hij zit op het dak. Oh, nee, dat is iemand anders. Uh-oh. Twee mensen hier. Oh, mijn auto is kapot. Oké, mijn auto is kapot. Dat betekent dat ik nu moet gaan redden. Anders gaan we dit niet overleven. Nope. Ik laat hun gezellig vechten met elkaar. Blijkbaar is de auto die ik gebruik niet heel sterk als ik iemand raak. Maar dat is prima. Dat is oké. Zolang die vent mij maar niet komt halen, vind ik alles prima. Ik ga nu gewoon snel kijken of ik een potje nog kan winnen. Misschien kan ik... Nee, ik ga niet de nieuwe auto ophalen. Dat duurt net iets te lang. En ik zat er ook aan te denken om stiekem een hele video te maken, waarbij ik de hele video lang in de auto moet blijven. Vond ik op zich wel een goed idee. Ik weet nu alleen niet zo goed waar ik heen moet en waar ik heen kan. Het lijkt er dus een beetje op dat overal waar ik ben alles al geloot is en er wordt geschoten en... Niet fijn. Ik ga hier maar... Ik heb een kroontje. Ik wist niet eens dat ik een kroontje had van de vorige game. Oké, bijzonder. Voor mij zijn ze daar gewoon nog steeds... Ja, ik zie hem daar staan, of niet? Ja, ik wou net zeggen, ze zijn daar gewoon nog steeds aan het schieten, gek. Oh, en hij gaat nu verderop. Ik weet niet waarom. Ik denk dat hij wiek is. Hij lijkt erop alsof hij heel wiek is. Weet je wat? Ik ga hem even onder... Oh, nee, hij gaat echt nu ver weg. Hij gaat nu echt ver weg. En daar is ook iemand. Nee. Oké, dit is niet slim. Het is niet slim om daar naartoe te gaan. Dus dan gaan we dat ook niet doen. Ik zie hier een launchpad. Die ga ik gebruiken. En ik weet niet waar ik heen ga. Ik heb geen eens shields. Laat maar hierop. Dank je. Ik zag iemand achter die boom daar zitten. Daar of daar. Eén van de twee. Daar dus. Ik heb echt zo'n slechte loot. Wat ga ik doen? Sowieso dit innemen. Kan al erg handig zijn. Appetee. Hebben we hier nog shields? Ja, iets. Dan pakken wij nu deze auto. En ben ik hier ook pleiten. Ik heb nog niet eens een kill gemaakt. Oh, staat er nou gewoon iemand? Hier staat iemand. Ik pak je auto als je het niet heel erg vindt. Ik weet niet, ik wil gewoon niemand killen aangezien ik geen shields heb. Ah, ik weet niet wat die vent gaat doen. Ik ga hier... Oh, hier hebben we er een. Hallo. Wat doet hij? Oh, het zijn er twee. Huh? Het zijn twee Rocket League auto's die elkaar stalken. Nice. Vind ik leuk. Ik ga hem gewoon volgen. Oh, hier rent in één keer iemand. Wat is dit voor random potje? Oké, misschien moet ik me nu maar eens gaan zorgen maken over de loot en over de endgame. Ik heb een AR en een Google. Oh, ik heb een... Nee, mijn boompje die kan ik nu niet meer gebruiken. Dat vind ik jammer. Ik word beschoten. Kan je dat alsjeblieft niet doen? Dankjewel, je mist al je kogels. Beetje slecht. Oeh, er staat hier een lama. Dat is wel heel fijn. Ga dood. Oké, die is dood. Nu hopen dat even niemand het heel interessant vond wat ik hier allemaal deed. Oké, snel shields pakken.
Snel! Oké. Deze mee. Slash splashes, oh my god. Wat lekker dit. Kunnen wij hier dan een shotgun uit krijgen? Nee, dat kunnen wij niet. Oké. Maar we hebben in ieder geval iets van loot. We hebben iets van loot waar we mensen mee kunnen killen. Dat is al heel erg fijn. We hebben deze nieuwe auto. Gewoon omdat het kan en omdat hij er staat. En dan gaan we nu kijken of we even iemand kunnen killen. Ligt er nou iemand op me af? Oh, er vliegt iemand op me af. Ah, nee, ga je nou echt weg? Dat was mijn kill. En daar is weer een Rocket League auto die nog steeds overal aan toe aan het gieten is. Ik neem deze pistool maar gewoon mee. Gewoon omdat het kan. Oh, een shotgun. Een shotgun. Yes. Yes, dat was alles wat ik nodig had. Oké, maar op zich, jongens, is het nu wel tijd voor een kill. Nee, kom op. Flip. Ik wil zeggen, het is op zich nu wel tijd voor een kill. Dus daar gaan we maar gewoon voor. En ik zie hier ons target. En daar zwemt iemand. Ja, leuk voor jou. Hallo. Oh, hier is iemand. Lekker voor je. Jij? Volgens mij was dit een guy waar ik al heel lang op zoek naar was. Oeh, je hebt een goede loot, gek. Hij heeft een meat. Wacht even. Oh, ik heb al een kroontje. Ik zit even na te denken wat ik allemaal wil meenemen. Ik denk dat ik het zo wel goed vind. Ik vind het prima loot. Het is weer een wolf, hè. Die mij gewoon random weer gaat achtervolgen. Gewoon voor saus. Ik ga jou nu ook killen ook. Kom hier, kom hier. Nog één keer dan. Hier. Dood. Dank u. Oeh, er wordt daar geschoten. Oh, hallo. Ik weet niet waar die heen is. Ik weet niet waar die heen is. Rocket League auto! Nieuw. Kom hier. Oeh! Was dat niet genoeg om je te killen? Oh, oh, daar gaat hij bijna. Kom hier. Oh, kom hier. Waarom raakt het ding niet? Oeh, dood. Jij gaat dood. Jij gaat dood. Ik zei het. Jij gaat dood. Sorry wel van je Rocket League auto, though. Eigenlijk had ik hem liefst gewild, maar hij ging niet uit zijn auto. Dus ja. Hè? Daar kan ik ook weinig aan doen. Oké, er staat daar boven iemand op de berg. Waar is de rest, jongens? Er was hier beneden iemand waar ik net op aan het schieten was, hè? Oh, hier. Hallo. Uh-oh. Ik denk niet dat hij doorheeft dat ik hier ben. Oké. Die gooide die echt even uit de niets. Oké, het hoeft in principe niet zo te gaan. Oké. Helemaal niks raakt. Prima. Nee, en dan gaat hij weer mijn auto schieten. Nee. Stop er maar mee. Ik ga even naar dit huis hier. Nee, dit is niet eens veilig. Is niet veilig. Maar ik ga er denk ik wel op chillen. Voor heel even. Oké. Nee. Is ook niet veilig. Ik weet niet waar ik heen moet. En ik zit hier zeker niet veilig. Oh, nee. Deze deur is open. Oké, help. Waar moet ik heen? Ik ben omringd met mensen. Ik ga even stiekem kijken. Er zijn geen huizen meer. Het zijn alleen maar busjes. Ik heb mijn auto is bijna kapot. Kunnen wij die vent hier nog ergens zien? Het antwoord op die vraag is nee. Oh, daar zit wel iemand. Hij zit waarschijnlijk in die bush hier. Oké, die is dood. Die had mij niet aanzien komen, denk ik. Dan ga ik nu afvragen of hier iemand in die bush zit. Nee. Waar is die andere vent dan heen gegaan, is de vraag. Ik kan daarheen gaan. Oh, nee, mijn game loopt vast. Wacht, misschien moet ik nog een keer mijn kabel erin en eruit trekken. Geen idee of het werkt, hoor. Werkte dit of ben ik nu dood? Ik denk dat dit mijn karma is, jongens. Ik kan niet meer bewegen, ik kan niet meer lopen, ik kan niks meer. En dan ga ik nu zeker dood in de storm. Dit vind ik toch wel een beetje jammer, Fortnite. Nou, het uiteindelijke doel van deze video... Ik ga niet eens dood door de storm! Wacht, wat? Ik heb niet eens storm damage. Ik denk dat ik Fortnite kapot heb gemaakt. Ik heb oprecht deze hele game kapot gemaakt. Misschien wordt dat de titel van de video. Jongens, dankjewel voor het kijken naar de video. Vond je het tof? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je morgen weer bij een potje die misschien wel werkt.